Ja, zelf meerijden lukte hem helaas niet meer. Maar als bijrijder op een Harley-Davidson trike kon Enschedeër René Bouwman afgelopen zondag toch meedoen met de Distinguished Gentleman's Ride. Een motorrit waarmee geld ingezameld wordt voor de strijd tegen prostaatkanker. Een ziekte die René maar al te graag de wereld uit zou hebben, want hij heeft het zelf. Straks praten we erover met hem. Eerst even kijken naar die voor hem zo memorabele dag. We zien hier 275 fanatieke motorrijders die voor het goede doel hier een rondrit gaan maken. Het goede doel is de Bonfember Foundation en die staat voor onderzoek naar prostaatkanker en het welzijn van de man. Het is de bedoeling dat iedereen zich netjes kleedt als een echte gentleman of gentle lady. Dat je juist wat positiefs uitstraalt en dat beeld van die motorbende juist helemaal weghaalt. Want A, zijn we dat niet. B, willen we dat niet zijn. En C, we rijden hier voor het goede doel en we maken er zelf een hele mooie dag van. Wij hebben vandaag een eregast. Zijn naam is René. En René vecht op dit moment tegen prostaatkanker. Dus hij is wel echt, hij staat echt voor de Movember Foundation. Dit is jouw eerste keer. Ja. Maar het kon wel eens, ook wel eens jouw laatste keer zijn dat je hierbij bent. De laatste keer dat ik hierbij ben. Ja, dat weet ik nou al. Ik denk dat ik einde van het jaar niet haal. Mijn vrouw heeft de organisatie benaderd. En ja, dit kunnen regelen voor mij. Ja, dit is toch een van de laatste leuke dingen die ik kan doen. Ja. En René heeft zelf aangegeven dat rijden voor hem te veel is. En toen heb ik gezegd van, dan kom je bij mij achterop. Dan gaan we dat proberen. Ja, hij is de belichaming waarvoor wij het nu doen. Dus ja, mooier kan het niet. En voor hem en zijn familie natuurlijk een fantastische dag en een geweldige herinnering. Nou, goed doel, hè. Ik heb eigenlijk pas afgelopen donderdag hiervan gehoord. Dus ik heb nog niet zoveel opgehaald, maar voor volgend jaar gaat het beter. En ja, dit is natuurlijk kicken dit. Nou, wij rijden natuurlijk klassieke motoren. En we hadden zoiets, als er dan mensen mee mogen doen, dan zijn wij het wel. Met daarbij een stukje achtergrond dat mijn vader gestorven is aan kanker ook. Dus dat brengt mij tot deze plek, ja. René, hoe was het? Oh, geweldig. Echt in één woord geweldig. Ja. Het geweld van de motoren. Het geluid, die hele grote groep achter je. En dan, af en toe dan werd er ook gas gegeven. En dan, ja, dat is super. Ja. Ja, dat was afgelopen zondag. We praten nog even verder, want René is bij ons aangeschoven in de studio. Welkom. Dankjewel. Hoe kijk je naar die video? Ja, toch wel een beetje beladen. Een stukje emotioneel, maar wel met een heel mooi gevoel. Ja. Ja, dit is, dit is wel heftig. Het is voor mij de. Het was zo'n beleving, het was zo'n mooie dag. En ik heb daar nog steeds zo'n mooie herinneringen aan. En dat pakt niemand mij meer af. Nee. Wat maakt het dan zo memorabel? Ah, alles, denk ik. Gewoon het feit dat mijn vrouw het allemaal georganiseerd heeft. En dat ik mee mocht rijden achterop bij Margot. En iedereen was zo open, was zo lief. En dat maakt het gewoon geweldig. Het is gewoon een superdag, een dag met een gouden randje. De video die we gemaakt hebben en het bijbehorende verhaal op internet zijn echt duizenden keren bekeken, gelezen bij ons. Ja. Heb je veel reacties gekregen? Ja, op zich wel. Wel heel veel uit de bekendenkring. Enkeling zo uit de groep, zeg maar, die met name op Facebook wel. Ja. En ook dat is geweldig. Ja. Dus alleen maar positief. Alleen maar positief. Hoe groot motorliefhebber ben je? Ja, best wel groot. Wat is best wel groot? Ja, dus kijk, als ik gewoon mee had kunnen rijden, dan was dat voor mij het laatste mooie wat ik had kunnen doen. En dat is niet gelukt. Want daar heb je gewoon de kracht niet meer voor? Of, nee, ik heb de kracht er niet meer voor. En het ziektebeeld sloopt mij gewoon. Het sloopt gewoon. De pijn is gewoon altijd aanwezig. En ik kan niet meer goed zitten op de motor. Ik heb zelf een Harley. En ja, dat, dat,
Die weegt bijna 300 kilo, die hou ik niet meer. Ik heb daar de kracht niet meer voor. Nee. Wanneer kocht je je eerste motor? Dat is heel lang geleden. Ik ben nu 60. Ja, ik denk ergens in de 90er jaren. Oké. Okay. Noodgedwongen ook weer weg moeten doen. Door omstandigheden. En we hebben... Even kijken, hoe lang geleden nou? Ja, in ieder geval een goede 30 jaar geleden. Ja. Ja, dus dat was je ongeveer mijn leeftijd toen je voor het eerst een motor kocht. Ja. En toen was je meteen verkocht. Ja, zeker. Tuurlijk. Motorrijden is leuk. Altijd Harley Davidson gereden? Nee. Daar groei je in? Daar groei je in. Nou, plus je moet daar de financiën voor hebben. En die heb ik heel lang gewoon niet gehad. Nee. En vorig jaar november had ik zoiets van, nou, ik heb nou de financiën. En ik ga er een aanschaffen. En we hebben er een van mijn vrouwen aangeschaft. En die hebben we helemaal op laten knappen naar haar wensen. En zodoende eigenlijk. Ja. Zijn we weer gaan rijden. Toen je die motor aanschafte, wist je toen al dat je ziek was? Ja. Hoe lang is dat geleden dat je daarachter kwam? Nou, een jaar geleden nou. Ja. Ja. En voor de ziekte zijn neuroendocrine carcinomen. Ja, daar is niks meer aan te doen. En daar staat 18 maanden voor. Nou, ik heb er nou, hoeveel gehad? Ik denk nog geen 15. Hoeveel? Ongeveer 12. Ja. Ja. Hoe kwam je erachter? Vorig jaar vaderdag. Met alle kinderen lekker barbecuen. En je ruimt de boel op en je gaat 's avonds nog één keer naar het toilet. En 's morgens word je wakker. De meeste mannen moeten dan weer even naar het toilet. En maar ik kon niet plassen. Ik kon gewoon niet plassen. En het werd steeds erger. Dus ik kon om 8 uur de huisarts bellen. En die heeft direct gezegd komen. Maar ik ga je ook in ieder geval een katheter aanleggen. En dat heeft ze gedaan. Nou, daar was ik heel blij mee. En vervolgens heeft ze gezegd van, maar we moeten verder onderzoek doen. En daaruit bleek dat, want ze heeft me dan getoucheerd, zoals dat dan heet. Want een prostaat, die moet heel mooi glas zijn. Ja. En die voor mij, dat was net de Alpen van Tirol. Dus dat was niet best. Nee. Dus daar hebben ze stukjes uitgehaald en allerlei onderzoeken naar gedaan. En daaruit bleek dat ik deze ziekte had. En Was het toen meteen al duidelijk dat het... Het moment dat ze dat... want ze halen dan via de endeldarm stukjes uit je prostaat. Yeah. En daar word je niet vrolijk van. En dan gaan ze onderzoeken, dat weefsel. En dan zegt de forensisch arts, die zegt van ja, dit is niet meer, te doen. Dus nee. Hier kunnen we niks meer mee. En komt dat omdat je al uitzaaiingen in je lichaam had? En ik heb ook iemand gesproken die zelf ook prostaatkanker heeft gehad. En die zei van ja, over het algemeen is het goed behandelbaar. Ik heb uitzaaiingen eigenlijk over mijn hele lichaam. Ja. En ik ben blij dat ik het niet in mijn darmen heb en niet in mijn hersenen. Dus daar zit het, denken we nog niet. Nee. En wat, ik begrijp dat prostaatkanker over het algemeen best goed in toom te houden is. Ja, normaal gesproken wel. Ben je je bent sowieso een pechvogel, maar in dat opzicht? Deze is zo agressief. Die groeit met de maat. Ik heb het in mijn heup zitten. Ik heb in mijn heupbots, daar zit een bult in. En die groeit een beetje naar de andere kant. Maar je kunt gewoon heel goed zien dat er een hele grote bult wordt. Mm-hmm. En die groeit heel hard. En dat zie je gewoon. Is er wat geprobeerd? Of is het eigenlijk meteen geweest? Diverse onderzoeken gaat natuurlijk nog weer. En ze hebben mij, ik heb wat, hoe heet dat? Ik kan heel slecht op de nakomen. Chemo's gehad. Ja. Ja. Die zijn ook slopend. Daar word je niet vrolijk van. Nee. Nee, daar word je ziek van. En, maar goed, dat is niet aangeslagen. In de eerste keer wel. Zagen we dat het wat aansloeg. En de tweede keer zagen we dat het toch iets meer geworden was. En de derde keer werd het nog meer. En vervolgens werd het alleen maar meer. Ja. Overal. Ja, de chemo zou het juist minder moeten maken. Ja, want dat meten ze op een schermpje. Ja. En dan zeggen ze van
ja, het groeit gewoon. Zijn er lichtpuntjes op het gebied van prostaatkankeronderzoek? Weet bij je dat? Bij mij niet. Bij mij niet. Nee. Bij jou niet. Maar kijk je nog naar van ja, wat jij. Ja, weet je wat ik zat te denken, René? Je doet mee met de gentleman's ride. Wat tegen de ziekte optrekt die je zelf genekt heeft. En mogelijk jezelf ook niet meer kan helpen. Ja. En dat lijkt me zo dubbel ook wel. Ja, dat is het ook wel een beetje dubbel. En, maar je kunt het of gaan accepteren. Of je moet het of tegenvechten of wat dan ook nog. Maar bij mij heeft het gewoon geen zin meer. De artsen waren hier gewoon heel duidelijk in. Het is, ik ben uitbehandeld. Ja. En je zei het ook in die video. Lijkt vrij koeltjes, hè? Van ik haal waarschijnlijk het einde van het jaar niet. Ja. Is het ook zo cool? Ja, ben je er. Heb je het op een of andere manier omarmd? Heb je het geaccepteerd tussen twee hele grote quotes, zeg maar? Ja. 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 Anders, als je dat niet doet, dan kun je dit gewoon niet. En ja, ik lig soms echt te janken. Omdat ik niet meer weet wat ik moet doen. Want je zit eigenlijk op de bank en je kijkt naar buiten en je wacht op de dood. En dat is een beetje. Ja. Ja. Is er iets positiefs in te vinden? Ja. De manier waarop je naar het leven gaat kijken, dat je dingen meer gaat waarderen. Ja, ik zoek naar iets. We gaan leuke dingen doen. Ja. En we zijn bezig met pijnbestrijding en dat gaat langzaam iets beter. En dat is het een beetje. En dan gaan we leuke dingen doen. Het is mooi, de zomer komt eraan en daar hoop ik nog doorheen te komen. Ja. En maar is het dan ook, want onze verslaggever die heeft dat ook zo uiteindelijk beschreven. René is eerste en laatste gentleman's ride. Dat woordje, die laatste, die wordt in jouw leven in één keer zo beladen. Zie je dat zo? De laatste zomer, de laatste dit? Of wil je daar helemaal niet naar kijken? Ik zie dat niet als de. Ik heb niet zoiets van, ga nou de laatste zomer in. Maar ik ben wel bezig met mijn laatste dingetje. En ik probeer wel. Eruit te halen wat erin zit. En, maar ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Nee, nee. Nee. Ik weet dat mijn tijd op is. En dan doe je je laatste dingetje. Wat kun je nog wel van wat je ook voor je ziekte kon? Waar zit dat dan in? Nou, je hebt gezien hoe ik de trap op kwam. En dat was steeds slechter. Ja. Ik moet ineens van de ene week in de andere week in de rolstoel. Ik kan slecht lopen. Wat overheerst dan bij jou? Dat wat je op een gegeven moment niet meer kan of dat wat je nog wel kan? Wat probeer je te doen om het mentaal te trekken? Ik probeer wat ik niet meer kan wel te doen. Ja. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, maar ik probeer het wel. Ja. Afgelopen zondag waren in ieder geval twee mensen er ook bij die dierbaar zijn, ongetwijfeld. We hebben foto's daarvan. Dit is jouw vrouw Claudia. Ja. Ze is er zelf ook vandaag bij. Ja. We hebben ook een foto van jou, dus er ook voorbij komen met je dochter. Dat is mijn oudste, ja. Sanna, geloof ik. Sanna. Klopt. Sanna, ja. Ja. Wat betekenen zij in deze fase zo? Hoe beleven jullie dat? Wat denk je? Ja, weet je, het zijn allemaal. Maar ik probeer te zoeken naar woorden van hoeveel. Want het lijkt voor sommige mensen. Ik kan me voorstellen dat je er zelf een was, weet ik niet. Maar vanzelfsprekend, totdat je op een gegeven moment ziet, het einde is misschien wel nabij of zo. Ja, dat is ja, mijn vrouw en mijn kinderen, dat zijn mijn alles. Ja. Ik heb er nog drie. En die zijn er voor mij. Ik hoef maar iets te knippen en dan zijn ze er. Ja. Wat kun je nog voor hen betekenen in deze fase? Wat doen jullie samen? Vooralsnog komen ze op visite. En is er nog niet zoveel. Want ik heb sinds kort een nieuwe medicatie gekregen. Die moet eerst goed gaan werken. Mm-hmm. En dan kunnen we misschien erop uit. Leuke dingen doen. Ja. Dat lukt nu gewoon simpelweg nog niet. Nee. Nee. Gaat het nog gebeuren? Ja. En ook wat ik begreep, het opstappen bij Margot was afgelopen zondag op de trijk. Maar dat stond je zo aan dat er een aanbod ligt in ieder geval om nog een keer te gaan. Ja. Misschien tot slot gezien, dan staat hij al in de agenda. Hij staat nog niet in de agenda, maar we gaan het wel doen.
Je gaat het wel doen. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Het was zo heerlijk. Het was geweldig. Een mooie herinnering. Ja, echt, het is een super herinnering. Dankjewel, René. Graag gedaan. Voor je openhartigheid. Ja. Ik weet niet wat ik tegen iemand moet zeggen die ik misschien voor de laatste keer zie. Dat is heel simpel. Ja. Maar ik wens je ontzettend goede tijd nog. Met al je dierbaren en met heel veel dingen die je nog wel kan. En waar je van gaat genieten de komende tijd. Goed, dankjewel. René Bouwman, dankjewel. Komt goed.